Ik heb een geheim YouTube-kanaal en de link daarvan staat vandaag bovenaan in de beschrijving. Er komen vette video's op, check het. Alleen mensen die niet bang zijn kunnen vandaag abonneren. En oh ja, like voor extra geluk. En een geer voor de nachtmerrie. Precies. Deze sms'jes kunnen eng zijn, dus you know, kijk het op eigen risico. Deze dame typt, hallo, zegt ze. Is dit anoniem? Hallo, is dit die creepypasta persoon? Creepypasta persoon? Ik wist het. Allemaal onzin zoals gewoonlijk. Oh. Wat is onzin? Wordt er gereageerd. Omg, hallo, is dit anoniem? Wat is onzin? Vroeg ik. Nou, jij. Oh my gosh, zou je dat wel zeggen? Dat is geen aardige manier van spreken, zegt de anonieme persoon. Ik bedoel de creepypasta, want die is verzonnen. Oh, is dat zo? Ik denk het, zegt de dame. Een vriendin van mij zegt dat het echt is. Het zou haar zijn gelukt om een selfie van je te krijgen. Wie weet. Maar als dat zou zijn gebeurd, dan wordt het deze keer lastiger. Lastiger? Hoezo? Zegt de dame. Normaal moet iemand mij 10 goede vragen stellen. Maar jij 15. Oh, makkelijk, zegt de dame. Zonder foute vragen. 1 foute vraag is af. En dan krijgt ze geen selfie. Oh, makkelijk, zegt de dame. Oké, ga je gang, zegt anoniem. Maar je kunt me niet gewoon nu een selfie sturen, vraagt de dame toch nog even. Haha, leuk geprobeerd. Niemand weet hoe ik er echt uitzie. Dus nee, zo makkelijk gaat dat niet zijn. Oh. Oké, prima, zegt de dame. Ik heb toch wel een goede vraag. Ben je een dag- of een nachtpersoon? Goede vraag. Ik ben een... dat is de maan. Nachtpersoon. Oké, duidelijk, zegt de dame. Dus, nog een vraag? Je bent net pas begonnen. Of is het nu al lastig? Zegt anoniem. Nee hoor! Wat is je favoriete object? Goede vraag. Dat is sowieso... Oh my gosh, wat is er met die teddybeer aan de hand? Waar zijn zijn ogen? Oh my gosh, dat is de engste teddybeer ever, zegt de dame. Maar, oké, dat was een goede vraag. Wat is je hobby? Goede vraag. Hé, ze is op dreef. Dat moet wel... Ik schrik me elke keer kapot. Nagellak. Enge nagellak. Oké, prachtig. Dus, wat is je favoriete emoji ever? Oh, snap. Ik bereid me voor op het ergste. Goede vraag, zegt anoniem. Je bent hier beter in dan ik dacht. Mijn favoriete emoji, dat moet wel... Oh, mijn pepperoni met kruidenkaas. Dat is spicy. Omg, die emoji, daar is vast wat ergs mee gebeurd. Schiet op. Volgende vraag, zegt anoniem. Oké. Heb je een huisdier? Goede vraag, zegt anoniem. Tuurlijk heb ik die. Oh, ja tuurlijk, het is een slang. Oh my gosh, zegt de dame. Lief, ik zou willen vragen hoe die heet, maar... Ja, volgende vraag. Ja, als ze dat zo vragen, is dat waarschijnlijk geen goede vraag. Of tenminste, heb je nog een huisdier? Oeh, slim, zegt anoniem. Goede vraag. Ze stelt eigenlijk 2 keer dezelfde, maar dat is juist de slimme. Ja, oké. Oh my... Hey, dat is... Omg, dat is Cartoon Cat, zegt de dame. Ja. Oké. Heb je vrienden? Haha, zegt anoniem. Ja hoor. Goede vraag. Is dat een vriendin van je? Ze ziet er aardig uit. Dit is Vanessa. Ze is goed in puzzels. En ze is heel erg snel. Omg, oké, zegt de dame. Heb je nog meer vrienden? Slimme vraag. Ze stelt weer een vraag voor de 2e keer. Goede vraag. Ja, die heb ik. Oh my gosh, het wordt alleen maar enger. Omg, zegt de dame. Dit is Liz. Ze houdt van grapjes. En is heel erg goed in verstoppertje. Ik ben ook goed in verstoppertje! Bob, je hand voor je gezicht doen is niet genoeg. Niemand kan me zien! De dame zegt, oké, wat leuk. Nog een vraag. Hoeveel moet ze er nog? Hoe ziet je slaapkamer eruit? Hahaha, zegt anoniem. Wat een goede vraag. Zo ziet hij eruit. Duistere slaapkamers voor de win. Oh, dat is duister. Volgende vraag, zegt anoniem. Oh my gosh, hoe ziet anoniem eruit? Omg, ik ben er bijna. Maar het wordt lastig. Dus, geef je op? Nee! Heb je ook een goede vriend in plaats van vriendin? Oeh, haha. Dat is een goede vraag. Ja. Oh my gosh, dat is Slender. Wat? OMG, Slender? Laatste vraag. Oh my gosh, nog 1 vraag. En dan krijgen ze de selfie. Oké, zegt de dame. Je geeft op, zegt anoniem. Nee, geef nou niet op. Dit is de laatste vraag. Wat is je favoriete eten? Vraagt de dame. Wauw, zegt anoniem. Indrukwekkend. Goede vraag. Omg, yes, zegt de dame. Dit is mijn favoriete eten.
Oh, die pizza heeft een gezicht. Pizza met gezichttopping? Wat? Eeuw, die pizza is mega eng. Yes, ik win. Ik mag je selfie. Sarah, weet je dat zeker? Hoe weet hij haar naam? Sarah typt. Ja, duh, ik heb deze moeite niet voor niets gedaan. Weet je dat 100% zeker? Waarom vraagt hij dat? Hoe eng gaat hij eruit zien? Nee, zegt Sarah. 1000%. Oké, Sarah. Oh my gosh. Je kent mijn lievelingseten. Je kent mijn vrienden. En dit ben ik. Oh, oh, oh. Huh? Wacht. Wow, 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 er klopt hier iets niet. Omg, omg, zegt Sarah. Wat is dat voor een gezicht? Wacht, er klopt iets niet. Je draagt iets, zegt Sarah. Draag iets, zegt Anoniem. Ja, een masker, zegt Sarah. Oh, je wilt zonder mijn masker. Zie je wel? Je draagt er één. Ja, dat wil ik, ja. Oh my gosh, nee. Weet je dat 100% zeker, vraagt hij weer. Zoals net, 1000%. Oké, dit ben ik. Huh? Echt. Oh, snap! Oh my gosh, nu snap ik waarom ze een masker droeg. Dus dit is Anoniem. Ik heet Bob! Ja, Bob, dat weet ik. Oh, snap, dit was creepy. Dus het idee van deze challenge is dat deze dame, Sarah, naar Anoniem sms'te. Met dus eigenlijk allemaal vragen. En de vragen werden uitsluitend beantwoord met foto's. Maar er mocht geen foute vraag bij zitten. Waarom is lucht doorzichtig? Zoals wat Bob nu opnoemt. En ze deed het goed. Dus ze kreeg haar selfie. Selfie! Selfie! Oh my gosh, dit was creepy. Deze dame typt. Lexa, zegt ze. Hey Ivy, what's up? Ik ben er. Waar? OMG, bij die verlaten school. En of, zegt Ivy. Check dan. Waarom moet het altijd verlaten zijn? OMG, Ivy, je bent naar binnen gegaan? Ze is boos. Ja, duh, wat ging ik hier anders doen? I don't know, ik dacht dat je een foto van de voorkant ging maken. En I don't know, hooguit het schoolplein zou checken? Ivy typt en zegt, nee, ik kom hier voor de volledige ervaring. Lexa zegt, omg, doe voorzichtig, Ivy, oké? Oeh, het is zo spooky hier. Niet te geloven dat hier ooit les werd gegeven. Lexa zegt, waarom is de school überhaupt verlaten? Ja, geen idee. Misschien was de directeur het zat? Als die jou les moest geven, snap ik dat. Oeh, gemeen, haha. Omg, wat? Zegt Ivy. Wat is er, Ivy? Vraagt Lexa. Wow, ik denk dat er nog iemand geïnteresseerd is in deze verlaten school. Hoe bedoelt ze? Wat? Hoe bedoel je? Vraagt Lexa. Nou, oh! Er staat er iemand. Wacht eens even. Oh, het is alweer weg. Ik dacht dat ik hem herkende. Omg, er staat er iemand in de cafetaria, zegt Lexa. Hij zegt dat hij mijn lunchgeld wilt. Het is een pestkop. Ivy, ren. Ik ren. OMG. 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 Waar ben je nu? Vraagt Lexa. Ik ben hier. Wacht, wat is dat? Wat staat daar? Oh, wauw, dat is creepy. Wacht, is dat een hek? Vraagt Lexa. Ja, de pestkop heeft de uitgang geblokkeerd. Ivy, de pestkop, hij wat? Wat, Lexa? Vraagt Ivy. Lexa zegt, ken je dat spelletje Baldi over die leraar? Ja, Ivy zegt. Omg, ja. Ja, die pestkop lijkt op de pestkop uit dat spel, hè? Ja, hè? Oh my gosh, maak dat je wegkomt. Ze hadden het allebei al door. En ik ook. Ik ren de andere kant op. De gang is alleen zo lang. En nu? Waar ben je nu? Oh nee. Oh nee, zegt Ivy. Ivy, wat is er? Vraagt Lexa. Hij staat daar. Omg, waar moet ik nu heen? Oh! Staat aan het einde van die hal of van die gang. Luister, Ivy, probeer buiten te komen, zegt Lexa. Ja, maar de enige weg naar buiten is het schoolplein. Snel, ga. Dat is beter dan daar. Ren erheen. Ik ren al. Bijna daar. Ze gaat naar het schoolplein. Lexa zegt, schoolplein, kan je vanuit daar helemaal ontsnappen? Ivy antwoordt, nee, dat is het probleem. Dat schoolplein is afgezet. En wat, Ivy? En dit. Oh, hij staat daar. Hij staat achter die schommels. Oh my gosh, dit is zo creepy. Zelfs op het schoolplein, zegt Lexa. Ik ren de school weer in, zegt Ivy. Oké, snel, snel, snel. Ivy? Ivy zegt, omg, ik ben binnen. Alleen wat, vraagt Lexa. Alleen wat, Ivy? Ivy zegt, alleen hij is ook binnen. Wacht, wat? Wat? Hoe bedoel je, vraagt Lexa. Ivy? Ah! Oh my gosh, ze wordt aangevallen? Dit was te creepy. Job, geef je lunchgeld! Bob, jij bent geen pestkop. Maar ik wil taco's! Ja, maar zo werkt dat niet. Abonneer op mijn geheime YouTube-kanaal. Link bovenaan in de beschrijving. Niet voor bangerikken. Er komen gave video's aan. Abonneer en adios.